Daar ging mijn vent naar een hoerenkot en hij zei... Masterclass Comedy, nu. Snelheid. Het komt aan op snelheid. Het is de manier waarop je iets zegt. Het ritme. Dat alles laat voorbij gaan. Drie trappen. Het begin, het midden en het einde. Het begin moet korter zijn dan het midden. En het einde moet korter zijn dan het begin. Dat is de regel van drie. Voor alles wat je doet. Voor de moppen die je vertelt. Voor de liedjes die je zingt. Zingt ze op 78 toeren? Niet op 33 toeren? Dat is niet grappig, hè? Sorry, ik word opgebeld. Dat is hier niet grappig. Ja, gestoord. Jij ging ons een heel goede mop vertellen en dan uitleggen waarom dat die mop heel goed was. Een goede mop. Ja. Een dame, niet te jong, niet te oud. Ze komt met haar karreken aan de kassa van het grootwarenhuis. En wat heeft ze in haar karreken liggen? Een banaan, twee kiwis, een cucumus sativus, twee mandarijntjes en een potje vaseline. En die jongen die aan de kassa zit, die zegt, mevrouwke, jij is zeker een alleenstaande, hè? Ja, zegt ze, hoe heb je dat kunnen raden? Ah ja, met zo'n mottige kop dat je hebt. Dit is grappig omdat je de mensen op het foute been zet. Je moet ze altijd op het middenste been zetten. Je moet het altijd onder de gordel doen. Onder de gordel zijn de beste moppen. Dank u wel voor deze masterclass. Volgende keer zullen we leren hoe dat je een ruit moet afwassen. Met een baksteen.